komt. Dat wordt hardloop gedaan, Ellen. Welkom, je draagt een shirt met. Ja, ik ben hier namens Greenpeace. Het nummer heet After Us. Is hij zo van na ons de zondvloed, of niet? Of wel? Help ons klimaat niet naar de kolen. Stop nieuwe kolencentrales. Maar waarom is het in verhouding niet andersom? Weet je wel? Nu is alles nog olie, benzine of kolen. Allemaal zeer milieuvervuilend. En ik heb wel het gevoel dat het nu langzaam begint door te dringen. Dat we met z'n allen daar iets aan moeten doen. Het is hartstikke leuk dat NUON dit festival sponsort. Maar NUON is ook van plan om een kolencentrale te bouwen en wel in de Eemshaven in Groningen. En het feit is dat er nog meer energiebedrijven dat van plan zijn. Nu schermen bedrijven met nee, dat kan allemaal niet, het is te duur en alles is te duur. Dat moet gewoon echt andersom. En dat kan. Vrienden en vriendinnen, Ellen en Damme live in Westerpark. Het begint zo van, now time has come, that we'll take the blame. Now time has come, that we'll take the blame. We think we're on top of the world, but in fact, we're the end of the chain. We smile on our face, and they try hands, we sell. But as long as the sun shines, that will do. Dan verder met de wereld in dat nummer, in After Us, na ons, wat dan? Dus als je dan het gevoel hebt van, oh, kan ik iets betekenen of kan ik iets doen? Nou, graag. Dat is het eigenlijk. Een vaantje. Je bent namelijk een klimaatheld omdat je verzet tegen de kolencentrales. Dus bij deze krijg jij van hier 11 en dan klimaatheld. Geen kolencentrales en we willen ook geen kerncentrales.